We zijn hier aangekomen in een verlaten horrorbos. Heet jou Harold? Harmen. Nee, Harmen. Wist ik. Welkom bij een goed nieuwe aflevering van Undercover in België. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us. Hallo kijkers van Harmen Frodo en welkom bij weer deze gloednieuwe vlog. Ik begin deze vlog precies op dezelfde plek waar ik precies 3 jaar geleden de vlog begon toen we naar de Noordkaap gingen. Mijn naam is Harmen en vandaag ga ik weer eens op vakantie. Deze keer zit ik wel op een fiets, maar we gaan naar de Ardennen. Super tof, echt vet cool. Dit is alweer de 4e gevlochten zomervakantie. In 2017 gingen we naar de Noordkaap. En nu ga ik denk ik weer zo verder rijden met de camper. Mensen, welkom bij deze nieuwe vlog. Ik sta vandaag in de sneeuw. In 2018 gingen we naar Normandië. Maar deze gloednieuwe vlogdag in Frankrijk natuurlijk. We zijn vandaag bij Mont-Michel. Dat is een soort Minas Tirith, maar dan van deze tijd. In 2019 gingen we naar Zuid-Frankrijk. Dus meteen komt er zo'n mannetje op me af met zo'n helemaal in zo'n uniform. Die zegt iets van, heb je daar een vergunning voor? En nu gaan we na al die 3 jaren naar de Ardennen in België. Oftewel, het wordt steeds dichterbij. Ja, ja, daar gaan we dan eindelijk op vakantie. Dit is alweer de allereerste stop op deze vakantie. Het chillen van vandaag is dat we niet naar iets gaan zoals Frankrijk of zo, wat urenlang rijden is. Maar dat we zitten op zo'n makplekje als België, wat niet zo ver rijden is, wat op zich wat chill is. Dus ja, ik zal even kijken wat mijn auto nu gaat doen. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. Daar zijn we dan in Wallonisch België op deze mooie, prachtige dag. De zon schijnt, maar het is minder warm dan in Nederland. Tenminste, in de auto sowieso met de airco, maar ja. Hier achter ons is de Albert Heijn. Dus dat is ook helemaal ideaal, want daar moeten nu mensen boodschappen doen. Maar je mag niet met heel veel mensen naar binnen wegens corona en zo. Dus nu hebben we eigenlijk hier gewoon te staan. Daar zijn we dan in de auto. Ik wil ook nog wel een keer zelf rijlessen nemen. Want ik ken heel veel van mijn vrienden die dat doen. Dus laat even achter in de reacties als je al wel eens rijlessen gehad hebt. Maar dat lijkt me op zich wel heel cool. Alleen ik heb er tot nu toe gewoon eigenlijk nooit aan gedacht om het te gaan doen ofzo. Maar het zou best wel kunnen. Maar ja, het nadeel is dat het ook niet zo snel iets is wat als je 1 lesje niet interessant vindt zegt van, dan wacht ik nog 4 jaar of zo. Dan moet je het eigenlijk wel in 1 keer ook gewoon gaan proberen. En ik weet niet of ik heel veel tijd en zin daarin heb. Dit is wel een heel cool beeld. We lopen nu even naar het uitzicht toe. Dit is dus een beetje het Belgische uitzicht. We zitten hier in de Ardennen. Dus zo kan je alles heel goed zien of zo. Ik kijk een beetje tegen de zon in op dit moment. En dan, ja, is dit België.
Hallo, welkom terug bij een nietzeggende land. Finding life along the way, melodies we haven't played. Nou, gezellig. De receptie is weer eens niet open, net als in Duitsland. We maken altijd wat mee. Heel spannend. Welkom bij weer een goed nieuwe aflevering van Undercover in België. Vandaag zijn we bij iemand die niet thuis is. Tenminste, die doet alsof hij niet thuis is, want we hebben aangeklopt en er is niemand. Dus heel erg irritant. En we hebben ook hetzelfde als in Duitsland, dat het nummer, wat het noodnummer is, niet bereikbaar is. Waar we dus een niet bereikbaar op krijgen, vrij logisch. En dus we kunnen de sleutel van ons huisje niet krijgen. Deksel oplichten. Niks. Ja. Ik heb er twee. Ja, ik denk. Oké, dan gaan we even kijken. 36. Dit is wel spannend hoor. Dit is... Villa Frank Vallée. Ik denk dan dat het die 36 is. Dat is wat we... Huisje 36. Blijkbaar zijn ze het hier in België dus gewend om sleutels gewoon in een brievenbus achter te laten. En te verwachten dat wij als gasten weten waar hij ligt. Dus dat komt helemaal goed uit. Oostenrijk! Zo, dames en heren, we zijn aangekomen in ons nieuwe huisje in de Ardennen. Ik moet zeggen, zoals jullie nog wel weten, zijn we in Harmenvrolde vlog 70 naar een huisje in Zuid-Frankrijk gegaan. En op die thumbnail alleen kon je al zien dat het huisje 400 keer groter is. Maar op zich hebben we hier lichtstoelen, dus dan ben ik ook wel tevreden. En dit wordt de plek waar het vakantieleven gaat beginnen. Ik ga gewoon een hele week in deze stoel editen. Mannen lezen de vrouw en zo. En dan aan het eind dan heb ik hier geëdit. Ladies and gentlemen, dit worden exciting vlogs. We zijn dus aangekomen op de camping. Maar de camping was iets anders dan wat ik gedacht had. We hebben dus geboekt naar een huisje met wifi. Maar we staan dus op een camping met zo'n 600 anderen. Maar blijkbaar is dus het idee dat je de wifi hebt bij het hoofdgebouw. En niet in ons eigen gebouwtje, want wij hebben een huisje. En dus eigenlijk hebben we geen wifi. En verder moet je overal mondkapje op, over de hele camping. Dus ik ga nu maar kaartjes halen. En dan ga ik even 8 vrienden van mij kaartjes sturen. En dan wordt dat echt superleuk, want dan kan ik even 2 dagen lang kaartjes gaan schrijven. Oké, we zijn alweer terug. Ben ik vanaf beneden naar boven gelopen naar ons huisje om een mondkapje te halen. Want blijkbaar moet je overal binnen een mondkapje op. Dus dat doe ik natuurlijk. Kom ik beneden, zeggen ze, ja, winkeltje is al dicht. Ga morgen om 8:30 weer open. Dus moet ik weer helemaal terug naar boven lopen. Daarachter zien wij onze huisjes plus camping plus alles. En hier voor ons zien wij het uitgestrekte woud van de Ardennen. Dit is gewoon een heel ander level van foto's maken. Je gaat gewoon zo staan en dat is dan de foto of zo. Zo werkt vloggen. We zijn hier aangekomen in een verlaten horrorbos of zo. Nou, tenminste, het is vrij donker of zo. En dan is het best wel vet cool om hier te lopen of zo. Ik zeg te veel of zo of zo. Maar hallo, welkom in dit verlaten horrorbos. Waar dus het best wel donker is, want het is echt al 22:00 s'avonds. En er is verder ook gewoon bijna niemand. Dit is mijn inbraak in het verlaten horrorbos in de Ardennen. Ik wil dus altijd nog een serie op mijn YouTube kanaal. Wat heet Gedropt Bij of zo. En dan worden Leon en ik door onze ouders gedropt midden in zo'n soort bos. En dan moeten we de uitgang vinden en dan moeten we weer thuiskomen of zo. Maar ik weet niet of Leon dat een ontzettend tof idee vindt. Ik zou het ook met Lucas kunnen doen bijvoorbeeld. Maar ik weet ook niet of die dat een tof idee vindt.
En verder weet ik ook niet wie dat wel een tof idee vindt. Reageer dan even hier. Dan gaan wij samen verdwalen in een verlaten roerbos. Ik ken namelijk ook wel in de buurt waar ik woon een hoop plekken die 's avonds best wel tof zijn om rond te lopen om middernacht of zo. Dus laat dat zeker weten. Maar dan merk je ook dat het verder buiten nog veel lichter is dan daar in ons verlaten bos of zo. Dus eigenlijk is het nog maar gewoon 9 uur 's avonds. Serieus, over horrorbossen gesproken, dan is dit er sowieso één. Echt, ik loop er 3 stappen in en je ziet me niet meer. Als in dit bos gewoon iemand gaat staan en diegene gaat gewoon stilstaan, dan zie ik diegene gewoon niet, omdat hij gewoon stilstaat tussen de bomen. En ik ben ook helemaal aan het korrelen of zo, omdat het hier veel te donker is voor de camera. Dus ik zie er nu heel eng uit. Jawel, dat is de camping. Volgens mij wel, tenminste. Dat is de camping. Vanaf nu is dat gewoon de camping. Allereerste Ardennen vlog. En dan zie ik jullie allemaal morgen weer bij een gloednieuwe vlog. Tenminste voor mij. Misschien voor jullie op een andere dag. Tot ziens, tot later. De laatste Ardennen vlog. Welkom bij mijn vlog. Rooie de Harreltjes. Heet jou Harold? Harmen. Nee, Harmen. Wist ik. En het is super cool, zie je de kinderen. Zij zijn allemaal fan van mij. Ik heb geen idee meer waar Harold is. Maar ik heb zijn telefoon gejat. Het is de beste vlog die je ooit gaat zien. Ze gaat ook 5000 likes halen natuurlijk. Ja, ik was net achtervolgen. Die ging me achtervolgen. Weet je nog, jongens? Oh, tegenlicht nou weer. Dan mag je zeggen, Harmon is zon. Oh ja, selfie. Ik heb wel selfie gemaakt. Hoi. Hallo. Houd op, Anna. Anna. Moet je even op de tafel gaan staan, hoor. Dat is niet waar. Maar dit was de vlog. Ik zeg nog één ding. Abonneer, reageer en dan zie ik jullie de volgende keer. Boeien.